Ik heet u van harte welkom op deze 7e Kopenhagen Summit hier in de mooie Lokhal. Het is mijn laatste Kopenhagen Summit. Dit is de 7e, het is mijn laatste. Dus ik heb een hele korte inleiding over hoe het ontstaan is. Dat is natuurlijk interessant. Dan zal ik over de sprekers hebben en ook over de bedoeling van deze bijeenkomst. Hoe is het ontstaan? Meer dan 7 jaar geleden had ik het idee, wat ik in Den Haag kan met de sociëteit, kan ik ook in Brabant. Een soort Brabantse Bilderberg. Alleen, we hebben geen Bilderberg Hotel hier, Kees. Dus. En Bilderberg is natuurlijk een coined, een brandname die wij niet mogen gebruiken. Dus we moesten een andere naam bedenken. En toen dachten we, nou, dan nemen we gewoon de founding father van onze universiteit, Martinus, de priester-econoom Martinus Kopenhagen. En daarom heet het de Kopenhagen Summit. En daarom heet de Kopenhagen Lecture ook Kopenhagen Lecture. Wij hebben dat idee toen uitgewerkt en ik kan u zeggen hoe dat gegaan is. Ik had geen businessplan, ik had geen begroting, ik had geen contract, ik had helemaal niets. Ik had een idee. En dat idee heb ik voorgelegd aan een aantal mensen die blijkbaar mij vertrouwden. Wim van der Donk, die zit daar, de commissaris van de Koning, Bert Pauli, gedeputeerde Bert Pauli voor Economie, Peter Nordanus, waar zit Peter? Daar, de burgemeester van Tilburg, Peter Swinkels, toen nog voorzitter van de BZW, en Jan Pelle, en op een zeker moment zei ik, ja, wat voelen jullie hiervoor? En toen zeiden ze, ja, dat is eigenlijk wel een goed idee. Ik zeg, ja, maar dan moeten jullie het ook betalen. Oh, nou, dat verdelen we dan wel. Daar vinden we wel een oplossing voor. Want wij vertrouwen jou. Wij vertrouwen jou. En zo is het ontstaan, zonder iets op papier, ben ik maar begonnen aan die eerste Kopenhagen Summit, toen in het Kopenhagen gebouw van de universiteit. En ik vraag me nu na 8 jaar af, had ik dat nu ook kunnen doen? Zou dat ook kunnen gerealiseerd worden? En misschien is het antwoord nee. Want het is natuurlijk typisch een voorbeeld van academisch entrepreneurship. Entrepreneurship, maar dan van mij als academicus. Wat natuurlijk tegenwoordig allemaal afgegrendeld is. We hebben audit en compliance, finance en control. En we hebben allerlei regelgeving. En dat maakt heel lastig, want dat staat op gespannen voet met academisch ondernemerschap. Met ondernemerschap in zijn algemeenheid. Hè, zoals bijvoorbeeld banken, hè, laatste President Circle, vroeg ik aan Tom de Zwaan, die een van de inleiders was na Wopke Hoekstra en Yvonne van Rooij en Dick Benschop. Ik zeg, Tom, moeten wij nou concluderen dat een bank eigenlijk een fintech-instelling is geworden met een compliance-werkgelegenheidsproject? En toen zei hij, nou, ik hoop het niet. Ik hoop ook nog dat we onze klanten bedienen. En dat is natuurlijk wel een tijdgeest die veranderd is. Ik kan me herinneren, ik zat in de commissie Maas voor de Code Banken. Het woord compliance of gatekeeping komt niet in dat rapport voor. Daar hebben we nooit aan gedacht. Want dat speelde toen niet. Dus de wereld is in 8 tot 10 jaar erg veranderd. En wij willen natuurlijk alle risico's afgrendelen. En we willen eigenlijk naar een risicoloze samenleving. Nou, ik kan u vermelden, die bestaat niet. Als je onderneemt, neem je risico's. Dat is het kenmerk van het ondernemerschap. En dat hoef ik u als ondernemers niet te vertellen. Dus met andere woorden, ik ben blij dat dat toch 7, 8 jaar geleden ontstaan is. Door het feit dat mensen mij vertrouwden. Gewoon vertrouwen in me hadden. En ik heb dat vertrouwen niet beschaamd, hoop ik, ex post. En daarom zitten wij hier voor de 7e keer bij elkaar. Ik zelf zal afscheid nemen op 29 mei. 30 april is mijn emeritaatsdatum. Pensioen dus, hè. En dan gaat natuurlijk, er komt een nieuwe collegevoorzitter, rector Magnificus, die zit daar, Wim van der Donk. En Wim, die gaat ook mijn portefeuille overnemen. Wim gaat alles doen eigenlijk.
Ja, Wim, als ik het zo mag zeggen. Nou ja, je kan een hele hoop, dus ik heb daar alle vertrouwen in. Maar ik ga met emeritaat, dus dit is mijn laatste Kopenhagen Summit. Ik vind dat heel jammer, maar ja, dat hoort er ook bij. Je moet ook op een zeker moment weten wanneer je afscheid neemt. En Wim had een hele mooie uitspraak in zijn interview in het Brabants Dagblad van begin januari. En toen zei hij, ach, je houdbaarheidsdatum staat op je rug. Iedereen kan hem lezen, behalve jezelf. Wim, een hele wijze. En dat heb ik mij ook altijd gerealiseerd. Ik weet hopelijk wat mijn houdbaarheidsdatum is en daar moet je ook naar handelen. En op een zeker moment, na 40 jaar, ik ben 40 jaar in het vak, is het ook mooi geweest. En dan ga ik ook andere leuke dingen doen met Anneke. En ik krijg allemaal headhunters, krijg ik verzoeken en zo. Nou, we zien het allemaal wel, maakt allemaal niet uit. En dan ga ik leuke dingen doen met mijn vrouw en af en toe wat toezichtsfuncties en that's it. Goed, tot zover de inleiding waarom die Kopenhagen Summit nu hier is en hoe die ontstaan is. Tweede, wat is het onderwerp? AI, staat daar al, van Kees Oudshoorn staan al de slides. AI en logistiek, maar eigenlijk gaan wij weer voortbouwen op wat wij al eerder hebben gedaan. Wij zijn met digitalisering bezig, big data, AI, AI-arbeidsmarkt en nu logistiek. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, we hebben eminente inleiders. De eerste, de keynote, wordt door Martijn van Gruithuizen gedaan. Martijn is het gedeputeerde economie en mobiliteit. Heeft, of ben ik nog iets vergeten? Oké. Economie en andere zaken. Ja. Maar in ieder geval, Martijn zal de aftrap doen. Die zal vooral hebben over de groeimogelijkheden voor Brabant. Hoe gaan we dat realiseren? Hoe gaan wij verdienmodel, de verdiencapaciteit van Brabant op lange termijn, niet alleen voortzetten, maar zelfs ook nog verhogen? En hoe gaan wij dat doen in samenwerking met Den Haag? Je hebt al een samenwerking met InvestNL getekend, had ik gezien, met Wouter Bos. Maar ook met Brussel, maar ook bijvoorbeeld met dat investeringsfonds wat eraan gekomen. Het Wopke Wiebesfonds. Dan vervolgens krijgen we een inleiding door Kees Oudshoorn, algemeen directeur van VNO-NCW. Daar ziet u al de eerste slide op het scherm. Kees gaat het vooral hebben over hoe het VNO-NCW hiermee bezig is. Hij heeft een hele duidelijke agenda. Ik vind het heel goed dat jullie dit werkelijk ook aanpakken. Dat Nederland ook leidend is op het gebied van AI in Europa. En wij hopen natuurlijk dat Brabant weer leidend is op het gebied van AI in Nederland. Maar goed, dat gaat de tweede spreker over hebben. Dat is Jan Pelle, die zal meer over AI en logistiek praten. En ook over wat voor mogelijkheden hebben wij om op een zeker moment die verdiencapaciteit via AI ook te verhogen. En er komt natuurlijk een hele bijzondere mogelijkheid aan door ook het Wopke Wiebesfonds, laat ik het maar zo zeggen. Wie nou de intellectuele eigenaar van is, dat laten we in het midden. En dat fonds, dat zal gevoed worden natuurlijk door ideeën. En dat fonds, dat heeft denk ik drie uitgangspunten. Als ik het eventjes heel kort samenvat. Verdiencapaciteit op lange termijn voor Nederland, dat is één. Twee triple helix gedachten, ondernemerschap, openbaar bestuur, onderwijs. En drie natuurlijk inclusiviteit. Inclusiviteit van regio's. Dus niet een bid alleen maar uit Eindhoven bijvoorbeeld, ik noem maar een hypothetisch geval. Maar bijvoorbeeld van heel Brabant. Daarna krijgen we Goos Kant. Waar zit Goos? Goos zit daar. Goos gaat het vooral over hebben vanuit zijn expertise van Ortec. Hij is ook bijzonder hoogleraar bij onze universiteit over AI logistiek. Zijn expertise zal Goos diep op ingaan binnen de 10, 12 minuten. En vervolgens zal het slotwoord door Ellen van Buren zijn. Die is hoogleraar aan de TU Delft. En die is vooral gespecialiseerd op het gebied van AI en urbanisatie.
Dus wat betekent dat voor regio's, voor steden? Hoe moet je dat ook aanpakken in het geografisch stedelijk perspectief, urbanisatie? Dan wil ik eigenlijk besluiten met het bedanken van onze partners. En de partners die afgelopen 7 jaar ons altijd gesteund, mij altijd gesteund hebben. Dat is de provincie, hè, Wim. Martijn is nu de gedeputeerde, Wim als commissaris. De burgemeester van Tilburg, Theo Weterings, die ongetwijfeld wat later binnen zal komen. En de VNO-NCW Brabant-Zeeland, moet ik zeggen. Dus Erik van Schagen en Ellen Kroesen daar. En ook de BOM, Birgit van Dijk. En natuurlijk onze mooie universiteit. Hè. Maar het allerbelangrijkste is dat dit initiatief inderdaad blijft bestaan. Hè, dat de legacy voortgezet wordt. En daar heb ik alle vertrouwen in met onze nieuwe collegevoorzitter, rector en president van de Tilburg University Society. Alles, hè? Je bent een soort PDG, hè? President, directeur, generaal. Maar goed, in ieder geval, Wim, het is aan Wim om dat zelf vorm te geven dan. Ik ga niet over mijn graf regeren, maar het allerbelangrijkste is dat het voortgezet wordt.